naar de Wasstraat. En vandaag is het 4 mei. Niet vergeten. Ik denk dan altijd eventjes aan, hoe kan het toch dat er toen zo'n slachting heeft plaatsgevonden? En komt dat doordat we hier alles registreerden van iedereen? Dat zijn ook allemaal dingen die door derden worden opgeslagen. En ook toegankelijk zijn voor iedereen die data bewaart. Weet je zo, in Nederland is het zelfs zo dat internetproviders alles moeten opslaan. Dat is mogelijk nog veel enger. Het is op zich niet eng als je denkt van de overheid, daar werken allemaal intelligente mensen. Er werken niet alleen maar peets bij de overheid. Ik zou niet zomaar al mijn data toevertrouwen. Er is ook al bekend dat er enorm veel misbruik wordt gemaakt door opsporingsambtenaren. Het is best ernstig. En voordat je bijvoorbeeld wordt aangenomen, vragen of ze jouw sociale gegevens mogen inzien. Ja, maar dat is echt zo van, nee, we willen jouw wachtwoord hebben. Dan wil je waarschijnlijk die baan helemaal niet, of dan heb je wat te verbergen. Het is naar. Het is een beetje de human resource mafia. Het objectificeren van mensen. Dat gevaar is heel erg reëel bij overheden. Maar ook bij hele grote bedrijven. Toevallig ben ik nu een boek aan het lezen over de FBI. En er werd ook heel veel registratie gedaan van welke club ben jij mensen. Lid. Zodra de shit hits the fan, willen wij mensen en masse kunnen oppakken. Leven we niet eigenlijk in een maatschappij die Stalin heel graag wilde hebben? Dat is onschuldig, of dat kunnen wij controleren. Er hoeft maar iets heel kleins te gebeuren, waardoor plotseling dat soort maatregelen heel erg krachtig kunnen zijn. Ik heb in mijn vakantie ben ik naar het contentcafé geweest. Dit keer was het in Hilversum. De omroepen hebben daar gesproken en zei: oh kijk, dag kinderen. Wat voor uitdagingen zij hebben en op wat voor enorme goudmijn die onze publieke omroep eigenlijk zit. Dat is niet een plaatje waar je kan zeggen, nou, dat is een plaatje met Truus erop en et cetera. Nee, het is een enorme lange serie van plaatjes. Stel dat je nou die ene aflevering wil zien waarin Pieke Dassen wordt gekust op zijn voorhoofd door Rome Willem. Ja. Ja, dat wil je eigenlijk kunnen zoeken. Je wil kunnen zoeken op Pieke Dassen, zoen, voorhoofd, Ome Willem. Maar dat is dus niet vastgelegd. Zij proberen dat dus op te lossen door het leuk te maken, dingen te beschrijven. Dus crowdsourcen en gamification. Ja, dus wij hebben dat nog niet gemerkt, hè, dat Wasstraat wordt. Nee, maar je hebt daar ook wel echt een hele grote kritieke massa voor nodig. En die hebben wij niet. Nee. Dat wordt een non-commercial license. Hè? Ik begin te neigen naar een public domain licentie. En het blijkt dat boeken van voor 1930 worden heel veel uitgegeven. En van 1930 tot nu wordt er bijna niks uitgegeven. Maar het probleem is dat de rechten jou eigenlijk obscuur maken. Ja. Dat ik zou dolgraag jouw foto willen gebruiken, maar in alle eerlijkheid, ik wil helemaal niet al die romslomp eromheen. Als ik foto's zoek voor presentaties, dan doe ik dat altijd in de Creative Commons afdeling van Flickr. Ja. Ik had bijvoorbeeld, er is één briljante foto die Luke Roblewski heeft gemaakt van, die is niet Creative Commons. Ja, maar ik dacht ook nog zo, als we dat voor de Wasstraat moeten doen, moeten we het op zijn minst watermarken. Maar toen bedacht ik me, ja, wij zijn constant in beeld. Watermarken het waar we bij zitten. Ik probeer kennis over te dragen. Precies. Nou, ik doe het omdat ik vind dat andere mensen er wat toffe dingen mee gaan doen. Ja, het enige nadeel van public domain is dat je op een gegeven moment ook materiaal waar je zelf eigenlijk niet meer zo achter staat, dat zeg maar, dat je daar meer mee geconfronteerd wordt. Of alle content. Alle content die je ooit hebt. Ik bedoel, mensen kunnen het ook gewoon zonder toestemming. Natuurlijk. Ja, mag ik het Polish pakket alsjeblieft? Geen bekende gezichten deze keer. Nee. Feedback time. Steven Hay en zijn vrouw. Dat was erg leuk. Nou, die vonden het leuk om naar te kijken. Sprak ik iemand en zei zo, oh ja, nee, ik heb je gezien in de Wasstraat, geloof ik. Ik heb helemaal geen auto. Vakantie, sorry. Ja. Dat is leuk. Hallo, nieuwe mensen. Ja. De kieken zal het ook wel missen, of niet? Nou, dan gaan ze weer stuiten. Gaat ze een beetje gruwelen, ja. Ja. Want de vorige hebben natuurlijk het experiment gedaan. Geen samenvatting, maar fragmenten. Er is iemand die dat theoretisch een goed idee vond. Ik heb de neiging om ook de samenvattingen toch maar bij te zetten. Dat is een beetje onze teaser. Misschien moet ik ook wat collega's erbij betrekken om het werk te doen. Dat is ook maar onze site designer dan. Oh ja, inderdaad. Oh, even niet botsen hoor. Nee. Een tijdje geleden hebben we het gehad over mobiele telefoonaanbieders. Dat die zo verschrikkelijk slecht zijn. Hm. Maar alleen maar bezig zijn met gigantische winstmarges behalen. En nu zag ik vandaag Robert Gaal een nieuw bedrijf is begonnen.
een concurrent van mobiele telefoonaanbieders. Ze willen goede diensten bieden. En dat was dan gewoon bij T-Mobile, waar ze al zat, wilden we abonnement eigenlijk verlengen. Dat was moeilijk van hoe dat dan moet. Dat je zoveel mogelijk geld bij hun achterlaat. En dat je zo min mogelijk diensten van ze afneemt. Helemaal niet afgesproken met elkaar. Hebben ze met z'n allen de voorwaarden veranderd. Marketeers, hoe kunnen die met zichzelf leven? Overigens, als wij het mis hebben, want dat kan heel goed, hè? Laat het dan ons alsjeblieft weten. Oh ja, laat ons weten. Want je wilt bellen? Oh, weet je wat, dat is veel goedkoper als je ook televisie en internet afneemt. Ja. Ik wil bellen. Ja. Dus dit is twee keer kut voor de consument. Ja. Nee, de boeken in Nederland worden alleen maar op papier uitgebracht. Omdat uitgevers bang zijn dat er hetzelfde gebeurt als met de muziekindustrie. Je bedoelt dat ze enorm dat ze succesvol worden? Meer en dat verdienen iedereen dan ooit. Uitgevers inzien dat ze DRM-vrije boeken moeten gaan geven als ze onafhankelijk willen blijven van Amazon en Apple. Oh, dit is briljant, dus dat highlight je dan. Maar ik heb nog geen mechanisme gevonden om ook echt de content en die briljante quote, om die te tweeten. Ja, dat kan trouwens wel met readmail. Dat mijn vader, dat was echt zo'n iemand die schreef in de kantlijn, schreef hij opmerkingen. En wat ik echt zonde vind, hij heeft dat waarschijnlijk bij honderden boeken gedaan. En wat er nu gebeurt bij readmail, is dat al mijn reacties, die worden ook weer bewaard. Stel dat je nou inderdaad in de educatie zit, dan kan je, je kan dat gewoon voor je studenten, kan je dat klaarleggen. Ik had toen ik mijn eerste digitale camera kocht, toen ging ik meteen op zoek naar een goede fotoprinter. Tegenwoordig vind ik een foto pas echt als hij online staat, als ik hem kan delen, als ik er iets over kan vertellen. Online begint echter te worden dan offline. En vooral dat delen, daar moeten we nog echt iets aan doen. Zeker dat delen kan toch juist heel goed online? Ja. Een vriend van mij die vroeg, kan ik alle seizoenen van Dexter van je lenen? Die had tuurlijk. Maar ik had hem veel liever gewoon een linkje gestuurd. Wanneer alsjeblieft. Ja. Ik wil dat mijn iPhone de foto's kan maken die ik wil maken. Maar dat kan hij niet. Zou ik dat als vervanging van mijn portemonnee ook wel willen hebben? Gewoon mijn telefoon. Met een camera kan je gewoon oneindig foto's maken en dat is prima. Dat is, ja, dat is heel prettig. Maar dat kan met geld niet. Dat is trouwens natuurlijk ook dat achterhaald dat geld eindig is. Maar misschien moeten we dat met onze werkgever opnemen. Ja, doe er wat aan. Ja. En dat is, daarom is het ook absurd dat die telecompartijen nu ook doen is, waardoor mensen zuinig gaan internetten. Want websites zijn tegenwoordig minimaal 1 MB. Die zijn gewoon kloten om te bezoeken met 3G-verbinding. Ik vind telefoonnummers, het zijn achterhaalde dingen. Die zijn heel onhandig. Ja. Wat ik, weet je, ik zeg het altijd op een bepaalde manier. 06. Ja. Dan zeg ze het op een andere manier en dan weet ik niet of het goed is. Je hebt bijvoorbeeld dingen als Skype natuurlijk, wat iedereen wel kent. Ze zijn nu wel die interface totaal aan het vernachelen. Ja, het is knap, hè? Ja. Jammer. Ja. Nou goed. Doei. Doei.